Boom! Een hele guten morgen. Het is de 21ste van augustus. En het is weer tijd voor een lekker Streampie Boys. Ik zie al een hoop leven in de chat op de vroege zaterdagochtend. En we gaan er weer wat lekkers van maken vandaag. Ik zag voorbij komen en daar schoot gelijk mijn aandacht naartoe net. Even kijken, waar is die gebleven? Kevin Clark. Ik heb nog een pump nodig voor Qtum, dan wordt mijn target geraakt. Nou, met een dikke 100% pumperino op Qtum heb je denk ik al best wel wat lekkers achter de rug, Kev. Of je zat er niet op tijd in. Maar Qtum, die hebt een flinke stijger laten zien, hoor. Zeker, zeker, zeker. Dus kunnen we straks nog wel eventjes een blik op werpen. Allereerst, zaterdags pakken we meestal niet zoveel nieuwtjes mee. Hè? Hebben we niet zoveel, dat is gewoon chill. Allereerst zeg ik, bak dat. En dit is niet meer een vraag, want het gaat al best wel moon links en rechts. Of tier. Maar Binance heeft er weer een berichtje uitgegooid. Binance is echt bezig, zoals we al zeiden, met die regeltjes op orde krijgen. Met alles strakker aan te trekken. En als je bij Binance niet de basisverificatie hebt doorlopen, kan je geen API meer gebruiken. Dus een 3,'s, een alt-trading, noem ze allemaal maar op. Dat soort dingen kan je niet meer gebruiken als je de basis KYC niet hebt doorlopen. Dus Binance is er echt wel aan voor het zorgen dat iedereen de KYC gewoon gaat doorlopen en dat ze voldoen aan alle regelgeving. Zelfs als in Nederland zijn ze ook bezig met de KYC, met de regelgeving. Dus ja, hoort erbij. 1 bitcoin betaald voor de nieuwe auto. Nou, dan heb ik een heleboel korting gehad als ik maar een bitcoin had hoeven betalen. Robert, graag zelfs, graag. Maar ik ben er heel blij mee. Ik zie heel veel dingen daar voorbij komen. Gisteren een postje gemaakt op Instagram. Ik heb 150, 200 berichtjes gehad. Was echt insane. Super tof. En ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij. Logisch. Ik ben zo klaar. Blazen kind. Vanmorgen gewoon een half uurtje eerder de deur uit. Even nog een rondje rijden. Dat is leuk. Het is een mannending, tuurlijk. Dat is gewoon gaaf. En er zijn trouwens ook wel vrouwen die dat mooi vinden, hoor. Maar de meeste die ik ken, ja, die zeggen als die rijden, vind ik het best. Dan vinden ze het goed. Maar goed. Het is wat het is, boys. De eerste bonnen al te pakken? Nee, zeker niet. Want ik mag niet harder rijden als 4000 toeren. Dus ik moet even rustig aan doen nog even met de inrij-olie. Maar goed, we zitten hier niet voor mijn auto vandaag. We zitten hier vandaag weer voor de charges. En daar gaan we weer lekker naar kijken. Gaan we weer lekker behandelen. We gaan weer analyseren wat jullie willen zien. Dus drop vooral in de chat hoe of wat. Ja, lekker shirtje hebt u weer aan, hè, die pik. Lekker fleurig is dat. Gaat de zon nog schijnen dan? Ja, het zou vandaag toch een beetje warm worden. Gaat de zon nog schijnen dit jaar dan? Ja, dan moeten we aan onze weerman vragen. Ja, die zit op het water. Ja, die is er niet. Daarom is het nu slecht weer. Oké, okay. Ja. Dat is wat het is dan. Oké, goed. Ik zal zeggen, laten we eventjes globaal direct markjes erbij pakken. Zet ik hier even alles ready. Zet ik hier even alles aan. En dan maak ik hem wel gelijk klein ook. Dan zeggen mensen daar, hij moet klein. Dus nu is hij gelijk small. Dan is alles weer lekker in de richting. Ja, dat is een leuk speelgoed, hè Mike? Dat is echt leuk. Ik ben er ook blij mee. Maar goed, markjes. Markjes, markjes. En drop in de chat vooral wat jullie willen zien. Ik ga weer lekker mee scaven. Wanneer Chris een nieuwe? Ja, we gaan nog een paar proefritjes maken voor Chris. Die is er nog niet helemaal uit. Die is er nog niet helemaal uit. Of wel? Nee, ik zit nog wel te twijfelen. Maar dat gaan de mensen zien. Ja, delen we allemaal weer op Instagram. Even kijken. Gisteren toch weer... Sorry. Ik onderbreek je nog 1 keer. Ja. Ik schrijf af en toe mee als ik wat leuks zie. Ja. En wij, bedoel ik eens, ik maak me gewoon even groot. Ja. Wij onthouden alles. Ja. Leon Arends, nou oké, die is eruit. Die heb gezegd, doe niet meer mee. Roy Poldersma, 25 september, nieuwe all-time high bitcoin. Dat soort dingetjes schrijven wij op. Nee, Dogukan, 100k op 22 december, vond ik ook leuk. Maar deze, bitcoin 100k, is een tato van Dopie op mijn arm. Ja. John de Mannen, deze ga ik zeker opschrijven. Ja. Dopie Kees Tato op je arm, wil ik zien. Ja, die gaat er komen, want je hebt geen tijd erbij geschreven. Dus maak maar alvast afspraak. Zo, even mijn papiertjes erbij. Nee, John, dit komt niet meer onderuit. Oké, okay, even kijken hoor. John de Mannen, die staat erop. Zo Chris, hier kan je gaan. Screenshot. Ja. Beurs was gisteren, ja goed, het was herstel van de dagen daarvoor. Afgelopen week was over het algemeen niet super denderend. Ja, jij bent een Sjaak. Even kijken. Ja, plus 5% Nvidia is goed. Microsoft, wel een nieuwe all-time high. Gaat als een Jekko. Pompey.
Hey, het is een entry competition, Stefan. Even kijken. Ja, voor de rest is het redelijk vlak. Ja, ja. Wij hebben zeker een Dopecase logo. Zeker Pindatube. Michel ook trouwens. Ik weet niet of Michel er is, maar die hebben hem ook. Mike, die komt er nog. Even kijken. De AIX. Arjen gaat heel erg goed. Betaalverkeer is natuurlijk blijft opkomen natuurlijk. Maak een bakken met winst, hè? Jawel. Chipfabrikanten gaan ook weer goed. Gisteren in het nieuws nog. Werknemers van VDL naar huis gestuurd. Ja, kunnen gewoon niks meer doen. Jongens moeten uitproduceren. Ja, chips zijn niet. Oké, okay, ja, maar naar huis. De vraag is groter dan ooit. Maar, ja, maar dit wordt wel, het wordt nu echt problematisch. Ja, dat is echt kut. Even kijken. Ja, voor de rest was er niet zo heel veel nieuws. Dus kleine bounce. Ja, de beurs doet wat het moet doen. Tesla kwam nog naar buiten. Komen met een huishoudrobot. Ja, gaan we had hij gisteren nog een tweet over eruit geslingerd. Zou jij zo'n ding gelijk aanschaffen? Ik vind het fucking creepy. Robot? Ja. Nee, ik niet. En dan slaap je en dan loopt dat ding om je heen en zo. Ik vind dat eng, weet je? Maar dan komt dat te veel van dat soort sci-fi films kijken. Dat hij gewoon gehackt wordt en dat hij gewoon neersteekt. Wordt wakker en slaat ineens zijn kop toch al. Ja, of dat jij lijkt slapen en dat die robot jou ineens neersteekt en gehackt is of zo. Ja, wat jij zegt, dat is fucking creepy. Zo. Dat iemand hem hackt. Dat hij inderdaad gehackt wordt. Een knuppel pakt en dat hij gewoon dat hij gewoon in één keer zegt, destroy. Ja. Finish him. Ja. Boom. Ja, nou ja, ik heb daar niet zoveel mee. Nee, en dat is misschien dat we er over 20 jaar heel anders over praten. Nou, dat vast en zeker. Maar ik vond het wel. Ik ben daar nog niet klaar voor. Even voor terugkomend voor Tesla. Ja, is wel weer een nieuwe use case. En ze zijn dan echt, er zijn heel veel bedrijven die daar al lang mee bezig zijn, maar het is een grote naam. En dan proberen ze toch weer een beetje een frontrunner te zijn. Vind ik wel een goede strategie. Als we dan naar crypto kijken. Dus we hoeven niet altijd Tesla af te zeiken. Hè? We kunnen ook positief zijn. Market cap is weer gegroeid van Bitcoin, van crypto. Dat is nice. Bitcoin natuurlijk ook weer een nieuwe local high. Ja, zat er wel in. Hadden we een klein beetje wel verwacht. Plus 4% in de afgelopen 24 uur. Mooi pumpje gezien. Binance Coin gaat heel erg goed. Volgende TP staat volgens mij van ons bij $500. Waar gaat nog meer de interesse naar uit? Cardano natuurlijk. Staat volop in de picture. Solana ook weer als een raket gegaan. 75% de afgelopen week erbij. Begint ook wel steeds beter te draaien, het project Solana aan zich. Avalanche, ook volop in de picture. En je ziet dan meestal, dat komt ook gelijk boven in je Twitter feeds, in je... Zit er geen copyright op het logo dan? Ik heb er wel eens over nagedacht om hem te laten zetten. Nou, wij hebben het logo zeker vast laten leggen bij het merkenbureau. En dat is helemaal, het is ons logo. En als iemand anders hem gebruikt zonder dat wij het weten, dan hangt hij eraan. Ja, dan komen we met de kaasschaaf als je het Als ik zeg, jij mag hem zetten van mijn... Even kijken, waar is die gebleven? John de Man, hè? Dan mag hij hem van mij zetten, hoor. En Roy, als jij een flesje whisky komt brengen, dan mag je ook een dopekist laten zetten, hoor. Kijk, zeker. Kijk. Want die fles die staat nog steeds op papier. Ja. Maar... Ik zag het net al voorbij komen, die all-time high zou ook gewoon kunnen, hoor. Nou, dat zit er helemaal in. Dat zit er zeker in. En dan krijg jij gewoon je leerprogrammaatje. Ja, links en rechts voor de rest nog wat kleinere altcoins. Dus er is echt wel, de afgelopen 2 maanden is er gewoon heel veel prijsactie. Ja. En Lars gaat ons op 3 oktober trakteren, want dan is hij jarig. Nieuwe all-time high gaat hij ons even trakteren. Ja, ik ben heel benieuwd, Lars. Ik moet wel een hoop opschrijven vandaag de dag. Nou ja, goed. Ik denk dat we hem gelijk eventjes af kunnen trappen met de Bitcoin. Ik ben lekker aan het meeschrijven nog steeds. Er is heel veel in de chat. En ik probeer er weer een lekkere mix van te maken vandaag. En niet alles mee te nemen wat we altijd meenemen. Hoewel we sommigen niet helemaal links kunnen laten liggen nu. Maar laten we eerst maar eventjes gaan koeken naar, naar dit geweld. Oh. Naar deze prijsactie. Ja, dat is weer lekker, hè? Ik heb het gisteren aangegeven, gisteren nog tweet gemaakt. Als we dit... grijze balkje doorbreken, dan ga ik ervan uit dat we 50.000 gaan zien. Nou, 50.000, we hebben 49.5, dus dat vind ik al heel prima, heel behoorlijk. Dat is een pump van 5%. Ja, ik ga ervan uit dat alle mensen inmiddels short zitten, net zoals ik. Of, dat is natuurlijk gekkigheid. Gaan we vandaag nog die 50.000 zien?
Ik weet niet of een clean de 50... Ja, ik denk dat die kans er wel zeker aanwezig is. Er is wel veel koopdruk. Prijs wordt wel actief ondersteund. Kan je ook makkelijk met heatmaps altijd zien. Als we naar het iets hogere termijnplaatje kijken. Waarvoor hebben we dit erbij geschreven toen nog? Was dat nog een mogelijke entry? 50-8. Nou, daar zijn we nooit meer bij teruggekomen. Was een push naar boven. Daarna de tweede klap eroverheen. Hogere tijdsframe. Ja, dan zit je eigenlijk bijna tegen die terugtest aan. Hè? Dus dat is wel 49,7 staat hij hier. We ronden hem af naar 50k. Dat is natuurlijk een mooi rond getal. Zou heus wel gefront kunnen worden. Maar in de huidige impuls moet je niet vergeten. Jongens, we komen van onder de 30k. Hè? 29 nog wat. Ja, je hebt al bijna 70% in de pocket. Is gewoon behoorlijk. Dit is ook wel hoe Bitcoin meestal beweegt. Als er echt uptrend is en er is gewoon uptrend in de lokale tijdframe, is er dan bullmarkt? Ja, in principe kan je dat nu nog niet zeggen. Ja, is er continuation van de bullmarkt? Want je bent nog steeds op de hele hoge tijdframe en een higher low bezig. Dat kan ik pas zeggen als we hier dadelijk doorheen komen. Dus het wordt wel een cruciaal prijspunt hoor. Eigenlijk dit hele blok, dit zijn twee losse TP's, 50 en 56, 57, ergens in die regio. Maar dit is eigenlijk gewoon een blok. Als jij hier niet voorbij komt, kijk, iedereen zegt nu bullish, nieuwe all-time high, nieuwe dit, nieuwe dat. Als jij hier dadelijk reject, ja, dan is het gewoon keiharde prijstechnische correcte rejection. En als je daar reject, dan kan het beeld heel snel omslaan en dan komen er ook hele andere soort prijstargets bij kijken. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Chris. De mensen vinden dat mooi, hè? Die weddenschapjes tussen ons. Ja. En ik noemde hem net al op, 22 december staat Bitcoin op 100k, zegt de Boekan. Ja. 22 december staat Bitcoin op 100k. Ja. Hij gooit nu in de chat, maar heren, stel, 22 december wordt 100k gehit. Gaat Chris dan 1 week lang, elke stream, een shirt van Ajax dragen? Dat zou prachtig zijn. Ligt er denk ik een klein beetje aan wat er tegenover staat als het niet zo is, want als Chris iets moet doen... En het is niet zo, dan moet er wel wat tegenover staan. Maar zou je dat doen? Maar liever niet. Ligt eraan wat hij er tegenover zet. Zou je de weddenschap aangaan? 22 december 100k Bitcoin. Ja, maar ik denk persoonlijk dat het zelf ook mogelijk is. Ja, maar dan niet 120 of 80, 100k 22 december. Ik vind het mooi. Ja, maar ik niet. Ik vind het mooi. Dat zijn principe kwesties. Welke kant, dan moet je met een hele goede tegenprestatie komen als het niet zo is. En dan denk ik dat hij er wel over na kan denken. Maar ik vind hem prachtig. Ik vind hem mooi. Zaten alle chips bij jou wel in je BMW? Nee. Hij werd geleverd, uit plastic gehaald. En toen zagen ze dat er camera's misten in de spiegel en in de achterklep. Maar die hebben ze uit een andere M die ook daar stond, hebben ze eruit gehaald en bij mij ingebouwd. Dus ik heb geen probleem met chips, maar er was wel een probleem met chips. Shirt binnenste buiten aantrekken. Nee, Chris, alsjeblieft niet doen. Ik vind dat mooi. Ik vind dat prachtig. Oh. Ik zie hem al helemaal zitten. Zijn Ajax shirtje. Oh, oké. Goed. Hij is helemaal geslag af ook gelijk. Maar ik ben lekker. Ik ga gewoon door. Okay, stel nou dat dit de lopende impuls is. Hè? Stel. Wat is dan een legit target om naar te kijken? Ja, daar krijg je het al. Maar ik denk dat dat nog even toekomstmuziek is. Ik denk dat we ook niet heel verder op meer moeten gaan. Maar dat is wel... Dat soort levels zijn de levels waar ik eigenlijk naar kijk als wij nieuwe all-time high neerzetten. Ik geloof er ook niet in als wij nu al die moeite hebben gedaan. We hebben maandenlang geaccumuleerd. Daar hebben we ook weer grote partijen hebben erin gekocht en zo. Coinbase heeft trouwens ook aangekondigd. Hè? Voor 500 miljard in te kopen. En 10% van de winst gaan ze in Bitcoin stoppen. Als wij al die moeite hebben gedaan om nu die 50 eruit te tikken. We hebben de 42, 43 hebben we al gegaind. We tikken de 50 eruit. We tikken de 56 eruit. Dan ben ik er echt. Dan gaan ze niet voor 65. Als die boven die 65 komt, dan komt de expansie. Ik zag net al voorbij komen. Ja, de nieuwe cycle of de nieuwe leg-up gaat 72k worden. Meer niet. Nee, ik geloof dat niet. Als je dit eruit tikt, als je nieuwe all-time high neerzet, dan krijg je
relief. Ja. Dan krijg je maar dat, gaat het hard, denk ik. Kijk maar naar voorbeelden als ADA, wat ze letterlijk nu aan het doen zijn. Het gaat altijd veel hoger dan de mensen denken. Binance, vorig jaar gezien. Dat is prijs. 150 werden de mensen gek. Nou, dat was het begin. Ja, maar dat is gewoon omdat die echte FOMO... Tuurlijk, het groeit. Maar de echte FOMO is er nog niet geweest. Ja. Dus er staat nog echt genoeg te wachten. En dat worden spannende tijden. En helemaal dadelijk als we natuurlijk weer nieuwe all-time highs aantikken. Dan zal het aantal kijkers ook weer toenemen. En er zijn heel veel mensen die weer achter... Dat is het. En de mensen die zijn blijven zitten in de periode dat het weer negatief was, ja, dat we weer omlaag gingen, ja, die lag de rest uiteindelijk weer uit straks. Kijk, ik wil niet lullig doen, maar je hebt vanaf mei tot en met augustus, heb je letterlijk de kans gehad om iedere dag in te stappen. Ja. Barry, heb je ook naar de nieuwe CLH 45 gekeken? Absoluut. Maar er legt 4-cilinder in, Tom Kandelaars. Dus dat was een beetje het punt wat mij daarbij tegenhield. Nou, voor de rest ziet het er nu positief uit. Gaan we doen. Jeroen Wolf, ik heb daar zelf ook over nagedacht, want die vraag krijgen wij best wel vaak. Wij praten heel vaak makkelijk, omdat het voor ons, ja, hoe noem je het, vaktaal is, vaktermen. Wij weten wat we bedoelen en het gaat soms automatisch. Maar we gaan proberen, als we dat soort woorden gebruiken, ook een beetje te ondersteunen wat we ermee bedoelen. Een legit use case. Kunnen jullie het gewoon in het Nederlands uitspreken? Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Een legit use case is... Of er ook echt daadwerkelijk iets is wat je ermee kan doen. Snap je? Het moet wel een use case hebben. Dat is gewoon het woord eigenlijk wat wij er alles voor gebruiken. Maar het moet wel iets toevoegen. Het moet wel iets kunnen. En heel veel altcoins, ja, dat is een mooi papiertje en een mooi idee. Maar het is nog niks. Ja, maar het begint nu wel op de achtergrond te veranderen. Zeker. In een rap tempo trouwens ook. Zeker, zeker, zeker. En dat is prima. Ja. Maar het begint te veranderen. Ja. Het is nog steeds een papiertje. Ja, en het is pas een use case als die gebruikt wordt. Dat is natuurlijk ook de waardering van, Cardano is natuurlijk een ander verhaal, maar bijvoorbeeld een Solana en zo, ja, die gaan echt wel als een raket hoor. Ja. En dat is allemaal gebaseerd op speculatie. Het is een mooi idee. En als dat idee dus echt in de toekomst wat wordt, maar dat is dus risk-reward. Je loopt veel risico, omdat er nog weinig zekerheid is. Daardoor is de reward nu ook hoger. Als je wat minder risico loopt, dan zit je dus in de fase waarbij dingen wat zekerder zijn. Maar is de reward ook weer wat lager. Dat is natuurlijk altijd met traden, hoe je dat bekijkt of met investeren. Dit is hoe ik er nu naartoe kijk. Ik denk dat we die 50k, was die 49,5, het kan. Ik denk dat de 50k nog wel aangetikt wordt. Ik denk wel dat het daar interessant is om misschien een klein stukje terug te testen. Vorige high, daarnet even een vipje eroverheen gegooid. Hier zie je een mooie candletje, kan je op terug testen. Kan je nog 47, kan je instappen voor de volgende push. Volgende push zou dan 56 zijn. In de tussentijd natuurlijk wel wat movement. Het kan ook zijn dat we er in een single go doorheen gaan. En dat weet ik niet. En nee. Dan denken de mensen al, ja, maar jij zegt ja, terug. Ik ben geen voorspeller, hè? Dus ik ben geen waarzegger. Je verwacht op basis van de analyse die je maakt een terugtest. Ja. Maar hoe je daar naartoe gaat, wat daar in de tussentijd beweegt aan prijsactie, ja, hoe dat gaat gebeuren, dat weet je niet. Ja, maar je kan wel op basis van oudere levels een inschatting maken van waar je ongeveer een hiccup kan gaan zien of waar je tegenaan loopt. Ja, maar het kan inderdaad, als er wel een beetje FOMO bij komt, net zo goed dat hij overal dwars doorheen blaast en dat hij gewoon omhoog gaat. Ja, we zijn gewoon bezig met een uptrend. Ja. Hoe je het went verkeerd. Ja. Beeld was een klein beetje gekanteld vorige week. En dat hebben ze gewoon weer helemaal netjes rechtgebreid. Hier higher low vastgehouden. Gewoon weer een nieuwe lokale high neergezet. Bijna 50k jongens. Even serieus. Lekker hoor. Hey. Er gaat veel over auto's vandaag. Een C63, wat vind je daar dan van? Dat is ook een 4-cilinder, de nieuwe C63, Pieter. Met een stekker zelfs. Dus dat is helemaal niet wat je wil eigenlijk. Retailers zorgen niet voor de stijgingen. Uitroepteken! Klein percentage. Nee, absoluut. Helemaal waar. De retailers kunnen bijna die prijs niet meer drukken op die manier. Dus moet het van institutioneel geld komen? Zeker weten. Kijk, dat is een man naar mijn hart. En niet omdat hij 100 euro... in een superchat gooit, maar hij zei gisteren, als het een BNB is, maat, krijg jij van mij een volle tank. Dus ja, dat is allemaal grappig, dat is allemaal leuk. Maar kijk, een woord. Jordi, thanks mate. Ik ga vanmiddag even tanken, dan laat ik ook even zien wat erin gaat. En als het geen 100 euro is, dan heb ik nog wat van je te goed. Maar nee, super nice, thanks. Dat is een leuk gebaar. Super nice, Jordi. Maar goed. We gaan richting de volgende. De Bitcoin weten we nu denk ik wel een beetje hoe dat ervoor staat.
Ja, het gaat zijn gangetje, weet je. Dus heel veel mensen willen nu zo, willen alleen maar informatie van Bitcoin. Terwijl ik denk, ja, je had al lang in positie moeten zitten. Je zit nu alleen maar of winst te nemen, of je bent al wel bezig met je volgende add-on. Dat kan heus wel. Wat ik er net al aangaf, ik maak er een grapje over. Maar het is wel interessant om nu langzaam ook naar shortjes te kijken. Al is het een hedge, probeer wel van die tools gebruik te maken. Je kan daar ook gewoon geld mee verdienen. Ja, dat is het. Dat is het. Even koeken hoor, zag ik nou nog. Toch een beetje, je voelt het warmer worden, hè? Dat is niet fijn. Hè? Moet de airco aan of zo? Nee, nog niet toch wel. Even koeken hoor, even koeken. Chris en glazen bol, wat wou ik nou meenemen? Het gaat allemaal weer zo hard vandaag, jongens. Nou, wat ik in ieder geval even mee wil nemen is dat we op 1000 kijkers zitten en 200 duimpjes. Nou, dat is een hele kleine moeite om even met z'n allen op die duim te knallen. Dat is voor ons een blijk van waardering om eventjes met je muis te klikken. Een hele kleine moeite en vinden wij het tof om te zien. Abonneer dan gelijk ook eventjes op het kanaal. En druk even op het belletje als je notificaties wil krijgen. Uiteindelijk vertrekken. Het zit wel zo lang om te wachten. Ja. Yeah. Oké, Chris, wij gaan een blik werpen op Baidu. Dat gaan we doen. We gaan eerst even een China aandeel te pakken. En daarna gaan we lekker richting crypto. Dat gaan we doen. Oh ja, daar wil ik antwoord op geven. Hoe gaat het met Vincent zijn Bitcoin? Die is wrecked. Vincent is helemaal wreckedosaurus. Nee, zoals we laatst al aan hebben gegeven, we gaan het echt niet elke week meenemen in een video of zo, weet je. We gaan Vincent lekker op zijn gemakje laten treden en end of the year gaan we wel weer eventjes kijken hoe hij ervoor staat. Pakken we dat account erbij, laten we het even zien. En dan gaan we even kijken wat die jongen ervan gebakken heeft. Maar ja, weet je, no pressure. Laat Vincent lekker zijn ding doen en we gaan daar echt wel weer naar kijken. Don't worry. Dit is de analyse en die staat er al weet niet hoe lang. Volgens mij vanaf begin 2021. En ik weet nog wel toen we hier ergens was het aangevraagd, denk ik. Want hier staat het leveltje wat we moesten doorbreken. Het hebben we al aangegeven hier en hier. En dan zeggen mensen, ja, dat prijspunt komt nooit meer. Nou, zie je hier. We zijn in beide orders gevuld. Agressieve trade had je zelfs wel winstgevend kunnen traden, hoor. Dat was gewoon hier een trade van 25%. We zitten nu in positie en ik ben ook tevreden met de positie. Ik denk ook dat China, en dit gaat natuurlijk over even alle China-aandelen, die zijn gewoon te zwaar afgestraft. En ik weet dat daar fundamenteel echt iets is veranderd. Dus het is een ander soort wereld, weet je. Dat is, zij gaan anders met bedrijven om, anders met zaken om, als wij hier in het Westen kennen. Maar vroeg of laat zal daar altijd geld naar terugvloeien. Waarom? Omdat er gewoon ten eerste heel veel winst wordt gemaakt. Zodra die regels helemaal doorgevoerd zijn, gaan dit soort bedrijven gewoon weer... zullen de waardering krijgen die ze verdienen. Was dit misschien iets te veel van het goede? Was dit misschien zelfs een beetje een altcoin, weet ik veel, een pump en dumpje? Ja, dat zou best kunnen. Dus pumpje, futje en dan oppakken waar het moet. En dat is gewoon bij de basis van de impuls omhoog. Wij zitten ook in positie en dat geldt eigenlijk voor, dit kan je kopiëren naar weet ik veel, Alibaba, wat heb je nog meer? Weibo, ja, noem ze maar op. Airco moet je aanzetten voordat het warm wordt. Ja, je moet ook in positie zitten voor de uitbraak. Dat doet ook niemand. Maar ik snap hem, zeker. Maar het is hier warm en we zetten hem toch lekker even aan. Even koeken hoor. Doen jullie dit jaar een 24 uur livestream? We doen dit jaar sowieso een special weer. Dat doen we elk jaar, vinden we tof. Dit jaar is er weer een special. Alleen hoe, wat en hoe die ingevuld wordt houden we nog even voor ons. Zijn we mee bezig op de achtergrond ook. Net zoals heel veel dingen. Maar daar zit een specialtje aan te komen, ja. Zekers. En dat is meer als een uurtje streamen, ja. Maar hoe en wat, dat houden we nog even in de tas. Hey Bear, wanneer staat jullie volgende uitcash moment gepland op de chart voor Bitcoin? Nou, sowieso die video, die kan je terugkijken, maar die staat ergens rond 75.000 geloof ik gepland. Dus dan gaat er weer een 5% uitcash puntje komen. Maar goed, dat delen we tegen die tijd ook wel weer eventjes met jullie. Vincent was even zijn stoploss vergeten. Vincent die maakt wel eens een foutje, wou ik zeggen. Iedereen maakt wel eens een foutje. Maar de stoploss vergeet Vincent volgens mij niet zo vaak. Je hebt hem in het begin allemaal wel een keertje gehad. Ja, maar op een gegeven moment wordt het een automatisme. Ja, dat is goed. Oké.
We gaan een blikje werpen op Coinbase. Dan gaan we langzaam over naar crypto. Jawel, Coinbase is, ja, Coinbase is een mooie hybride oplossing natuurlijk. Hè. Het voordeel is, je ziet wel dat hij heel erg reageert op de prijs van Bitcoin. Wat is dit nou weer dan? Maar hij doet raar joh, de laatste tijd. Maar wat ik aan het vertellen was, Coinbase is natuurlijk een hybride oplossing van Bitcoin, want hij reageert gewoon heel fel op de Bitcoin. Mooie stijging onlangs gezien, kleine daling weer, hebben we ook van tevoren aangegeven. We hebben ook weer ingeschaald en ik kan wel vertellen, Coinbase is voor mij persoonlijk privé, ik denk dat hij in de top 10 van mijn grootste holding staat. Dat betekent wel dat, het gewoon, dat ik het echt serieus neem. Dat daar echt long-term potentieel in zit. Dat ga ik ook heel lang vasthouden waarschijnlijk. Eerste target voor mij persoonlijk is die $300. Cash ik een stukje uit. Daarna ben ik wel bereid om het langer te laten staan. Waarom? Omdat ik gewoon denk dat daar heel veel toekomst in zit. Coinbase richt zich echt op de beetje zakelijke markt. Je hebt natuurlijk in Amerika heb je meerdere van dat soort dingetjes. Tegenwoordig heb je heel erg in opkomst Robinhood. Ja, daar zit een beetje in het Engels noemen ze degens, maar dat zijn een beetje de bassies. Weet je, die kopen voor een tientje, kopen ze GME stock of AMC of Dogecoin. Ja, en die treden dan daarop. Maar de wat grotere jongens, het wat serieuzere geld zit op Coinbase. En dat zie je gewoon aan het volume wat er gedraaid wordt. Dat is gewoon echt insane. De winst die er gemaakt wordt, en dan vooral de winstmarge, dus voor elke euro aan omzet, hoeveel daar aan winst overblijft, ja, dat is gewoon, ja, dat unheard of. Dat zien ze bij andere sectoren, zie je dat bijna niet. En er wordt gewoon gruwelijk veel geld verdiend. En daarom geloof ik ook in het bedrijf Coinbase, want ze zijn gebaat bij een goede Bitcoinprijs, want dan is er gewoon meer interesse. Maar ook als het slechter gaat, wordt er gewoon gehandeld. Dus dat bedrijf verdient altijd geld. Ja, ik zie voorbij komen in de chat, Coinbase is toch crypto? Ja, Coinbase, bedrijf is bezig met crypto, maar het aandeel Coinbase gaat niet om crypto. Het aandeel Coinbase gaat om het bedrijf Coinbase en niet zozeer om crypto. Hoe dat wel natuurlijk weer redelijk dun is, dat lijntje. Dat is maar dit is gewoon een blik in de toekomst. Dadelijk is die crypto space is volwassen. Vooral als die altcoin projecten ook volwassen worden, dan verwacht ik dat dat steeds minder afhankelijk is van elkaar. Bitcoin is natuurlijk nog wel de main pairing, waar alles aan gekoppeld is. Maar dadelijk krijg je ook meer handel op onderliggende altcoins, ook door grotere partijen. Ja, dat gaat nog meer volume meebrengen en daardoor blijft die markt ook stabiel. Ja, en dat is waarom ik zo'n grote positie erin heb. Dat is ook. Ber, ga je naar Zandvoort Formule 1? Voor dat soort dingetjes moet je ons dus volgen op Instagram. Dat soort dingen, dat zie je allemaal voorbij komen op Instagram. Dat is wat we naast de studio doen. En dat delen we daar gewoon lekker. In percentage, wat is een gemiddeld procent? Stoplimit gemiddeld bij alts? Er is sowieso niet een vast percentage. Maar bij altcoins is dat wel een paar procent. Bij altcoins is dat wel echt ruimer als bij Bitcoin en Ethereum leverage. Zeker daytraden, scalpen. Altcoins doen we eigenlijk voornamelijk alleen maar de grote swings pakken. En dan heb je echt wel een veel ruimere stop als bij Bitcoin. Zeker. Oké. Dan gaan wij richting een cryptootje, Chris. En dan gaan wij richting Kyber Network. Wat was de afkorting daarvan? KBN, volgens mij. Daar zie ik de kaas. Hoger. Daar. Ja, lekker bezig. Lekker bezig weer. Lekker. Even kijken hoor. Hier staat KC, niks. Hier staat ook niks. Is dit nou jongens? Even kijken waar meer prijsacties staat. Binance. Gaan we op Binance meenemen? Daar hebben we een video over gemaakt ook, Tom. En dat wordt je vanzelf duidelijk. Want 1 inch was volgens mij niet gevuld. Volgens mij. Of uitgestopt. Ik weet niet. We hebben de video in ieder geval al opgenomen. En daar zit hij in verwerkt. Dit is het meest belangrijke stukje prijsactie waar je nu naar kijkt. Verlengde eigenlijk hiervan. Hè. Het leverage komt hier vandaan. Hij ontstaat zelfs hier misschien al. Maar ik neem hem mee door dit stukje prijsactie.
Waarom? Omdat dit in de toekomst een paar belangrijke prijspunten heeft bevestigd, geconfirmeerd. En daardoor weet je dat je dat stukje moet meepakken. Ja, donaties pak ik zo even mee, jongens. En dit mee en dan gaan we even kijken wat er op de daily gebeurt. Oké, netjes gerespecteerd. Kijk hoe vaak dat al getest is. Onderzijde. Oké. Even kijken of we hier iets aan kunnen doen. Nee, daar kan ik niks aan doen. Nou, die laten we dan maar gewoon even staan. Die is wel lekker. Kijk, dat zijn ze. Dat zijn ze. We gaan daar heel strak in. Boom! Dat klinkt weer heel smerig, Chris, hoe je dat zegt op deze zaterdagochtend. Ja, maar net. Entry naar breakout. Dus het zijn eigenlijk letterlijk twee trades die ik inteken, hè. FOMO target gaf ik er net al aan. Ja, dat is boven de paar 100%. Dat kan zo'n 100% worden. Daar ga je niet automatisch voor in. Dus neem nou snel je TP's. Dat is het scenario als het een runner wordt. Ja, je kan hier zelfs al je eerste TP nemen. 23%, dan heb je gewoon al winst in de pocket. En dat is heel vaak dat mensen zeggen, ja, maar je hebt je positie al gesloten. Ja. Ja, maar dat komt omdat je niet weet wat de prijs in de toekomst doet. En winst in de pocket is een hele belangrijke. Is altijd achteraf. Ik zag voorbij komen, winst nemen op een altermijn. Volgens mij ging het over Cardano. Waarom niet? Weet je, als je een investeerder bent, waarom zou je niet 5 tot 10% winst nemen? Maar dat moeten mensen echt uit hun hoofd zetten, want daardoor ga je wrecked. Ja, maar als je dat die gedachte hebt. Waarom zou je niet 5 tot 10% winst nemen op een altermijn van Cardano? Heb je nog steeds 90% van je positie over? Ja, maar gaat hij dan alsnog, dan is het toch prima. En gaat hij niet, heb je wel wat winst. Weet je wat het is? Gewoon, je moet het ook gewoon, maak het gewoon kleiner. Stel, jij hebt een trade en die staat 10% in de plus. Dan kan je besluiten, je hoeft ook niet je hele trade te sluiten. Maar als jij 50% daar winst van neemt, dan heb je al winst in de pocket. Ja. Nee, maar zeker dan stijgt hij daarna door. Gaat hij misschien van 10 naar 12%? Who gives a fuck, weet je? Ja, is ook zo. Misschien valt hij daarna weer terug, eindig je in de min. Ja. Als jij dus niet gesloten had, heb je niks, heb je misschien zelfs geld verloren. Nee, dat is doet zo. Hij het wel, heb je je TP genomen, heb je winst in de pocket. Zeker, en vooral mensen die al langere tijd geleden zijn begonnen met investeren in Cardano. Ja, waarom zou je niet, als je al een flinke run omhoog mee hebt gemaakt op een altermijn, niet een beetje winst nemen? Ik snap dat niet. Ik zou dat persoonlijk echt altijd doen. Maar als jij geen winst neemt, dan ben je gewoon... Vraag je, guys. Stel. Dat is altijd mooi. Stel. Dat is altijd ook hetzelfde als... ik vraag het voor een vriend, maar... stel, ik heb serieuze winst met crypto. Is het verstandig om die winst uit te cashen en in aandelen te pompen die serieus ondergewaardeerd staan? Zoals bijvoorbeeld Baba, Baidu, Orange, enzovoorts, enzovoorts. Nou ja, sowieso is het verstandig als je serieus in winst staat om een stukje winst te nemen, zoals we net al zeiden. Daarnaast, wat je met die winst doet, is aan jou. Wil je zeggen, ik ga lekker mijn huis verbouwen of ik wil lekker ergens van genieten, is het ook prima. Maar je kan er inderdaad voor zorgen met een stukje van de winst dat je gaat herinvesteren op andere plekken om jouw portfolio uit te breiden. Dat is absoluut verstandig om te doen. En waar je dat dan in doet, dat is aan jou. Ja. Dat is helemaal aan jou. Dat zelf. Is natuurlijk de manier waar wij het ook op doen. Hè. Dus wij genereren cashflow vanuit traden. En vanuit traden doen we het zowel in de Bitcoin holding. We traden natuurlijk tegen Bitcoin, dus je vult automatisch uit zichzelf aan. Bij ons gaat er ook inderdaad een heel groot gedeelte gaat er richting aandelen. Omdat aandelen gewoon longterm net iets meer stabiliteit bieden. Hou er ook rekening dat je daardoor minder rendement krijgt. Maar het biedt zekerheid, weet ik veel, vastgoed, de standaard investeringen. Ja, maar ik kreeg gisteren ook die vraag van iemand van ik werk nou al, ik weet niet meer precies wat er stond. Ik werk nou al 25 jaar voor een baas of zo. En ik wil nu lekker alleen maar bezig zijn met traden. Is het mogelijk om alleen te leven van traden? Kan ik volgend jaar zeggen, ik kap ermee. En kan ik dan 2500 euro per maand uit traden halen? Dat zijn echt drastische stappen. Je moet voor jezelf echt nagaan. Oké, traden, kan ik daarvan leven? Je moet eigenlijk de vraag stellen, traden, wil ik daarvan leven? Met traden kan je gaan zorgen dat je, zolang je nog bij die baas zit, zo heb ik het zelf ook gedaan. Met traden kan je zorgen dat je posities uitbreidt. Die posities die je uitbreidt waar je winst op maakt, daarmee kan je zorgen dat je andere investeringen gaat doen. Je kan zorgen dat je dus meerdere cashflows gaat krijgen. Is dat uit
crowdfundings, investeringen? Is dat uit dividend wat je terugkrijgt? Is dat uit het opzetten van een bedrijf naast jouw gewone werk? Wij hebben ook een cashflow of 7, 8. Tuurlijk is DopeCash een stukje cashflow. We hebben uit traden een stukje cashflow. We hebben uit dividend een stukje cashflow. We hebben uit crowdfunding een stukje cashflow. Je moet niet afhankelijk zijn van één ding. Als jij moet traden iedere maand om die 2500 rond te krijgen en je kan dus niet zorgen dat je verder uitbouwt en verder blijft groeien, omdat je iedere maand daarvan moet eten. Nee, je moet eerst zorgen dat je iets opbouwt. En dat duurt inderdaad een hele lange tijd. Maar als je dat hebt opgebouwd en je hebt meerdere cashflows en er komt van meerdere kanten geld, kan je ook veel makkelijker met traden je investeringen laten groeien en hoef je niet je brood te kopen van traden. En dan gaat ook echt het concept werken, ja. Met geld maak je geld. Want in het begin hik je er heel erg tegenaan en denk je, oh, 10% van 100, ja, dat is heel weinig. Maar op een gegeven moment krijg je op een gegeven moment zoveel cashflows. Ik heb soms gewoon dat ik denk, hè? Waar komt het ook weer vandaan? Ja, ja, waar komt dit dan weer vandaan? Dan weet je dat je goed bezig bent. Ja, en dan kan je het gaan laten rouleren. En dan gaat het balletje alleen maar sneller rollen. Ik vind het wel belangrijk. Mensen zien het te zwart-wit. Nou, YouTube, ook een cashflow. Ja. Daar word je niet heel rijk van. Maar YouTube levert ook inkomsten op. Inderdaad, zo zijn er heel veel verschillende dingen. Maar het moet wel even. Het is gewoon ook een wake-up call, denk ik, voor mensen. Je kan niet zeggen, oké, ik ga volgend jaar stoppen met mijn werk. Nee, en dan moet ik 2500 per maand draaien met traden. Heel sec gezien dat kan je van traden, als jij consistent en rendabel bent en een winstgevend traden, kan je daarvan leven. Maar dan heb je heel veel risico, dus op één tak. Ja. Als het dus één maand niet mee zit en jij hebt die centen nodig, dan kom je in de shit en dan ga je rare dingen doen. Ja, en inderdaad, Ferdy, je bent niet heel vaak verstandig bezig, maar dit is een hele verstandige. Your money tells you when you can stop working. Dat is ook zo. Als je verschillende cashflows hebt, wordt het gewoon een stuk makkelijker. Maar je moet het niet zo zwart-wit zien als, oké, ik wil volgend jaar stoppen, dan moet ik dit. Kost heel veel tijd, ga iets opbouwen en ga daar überhaupt mee starten. Want heel veel mensen starten al niet. Dat is het. Dan zeggen de mensen, ja, dit en dat, maar het gaat langzaam, ik doe het maar niet, ik wacht wel een jaartje. En dan denken ze, ja, was ik maar vorig jaar begonnen. Ja, is ook zo. Neem even de donaties mee. Floris Verplanken zei, hier een litertje benzine voor de M3. Gefeliciteerd met de nieuwe wagen. Thanks, Floris. Lars, die zei, goedemorgen heren, vanuit het zonnige Italië. Oh, 33 graden, ik zou graag Travalla aanvragen. Nou, ik zit nu al helemaal met mijn hoofd in Italië, heerlijk. Ik snap hoe je je voelt. Ik heb hem opgeschreven. Gaan we zo even naar kijken. Je moet kilometers maken met die auto van je. Ja, maar ik moet hem ook voor de 2000 kilometer weer terug hebben. Ben benieuwd naar jullie kijk erop. Wat leuk om je te horen op 538 Berry. Had ik niet verwacht. Nice Lars, thanks. Jordi Maas natuurlijk. Veel plezier in je nieuwe auto. Heel blij met Platinum Live. Dat is ook nice om te horen. Ferdy die natuurlijk zegt, smash op die duim. 416 duimpjes en nog steeds 1000 kijkers. Druk even op dat duimpje en abonneer even op het kanaal. En Bob Meijer, oftewel Meijer Bob, die zegt morgen, hoeveel trades pakken jullie per dag gemiddeld? Op Twitter liet Chris namelijk allemaal 1 minuut chart scalpjes zien. Ja, dat zijn sessies. Ja. Dat is niet dat elke dag zo is. Dat is niet vol te houden. Nee. Je kan een keer zo'n sessie hebben dat het heel lekker draait. Maar ja. Ja, maar er zijn dagen dat ik misschien wel 40 trades pak. Is er echt extreem dan, maar op één dag. En er is soms wel een hele week dat ik niks doe. Dus ja, een gemiddelde is altijd heel moeilijk te geven. Dus als ik bijvoorbeeld zeg 3, dan gaan jullie 3 trades per dag maken. Ja. Maar als je zegt 15, dan denk je dat je er 15 moet maken per dag en dan ga je forceren. Het verschilt gewoon heel erg per dag en het is ook afhankelijk van de prijsactie natuurlijk. Er zijn echt dagen bij dat we met scalpen 8 tot 15 trades draaien. Ja. Maar er zijn ook dagen bij dat je gewoon 1, 2 tradetjes pakt en dat de rest gewoon helemaal ruk is en dat je geen zin hebt of dat je druk bent of weet ik veel. Ja. Dus er is niet vast percentage aan te hangen van zoveel trades moet je per dag draaien. Je moet gewoon lekker traden. Hè? En aan het einde van de maand kijken wat er onderaan de streep overblijft. Dat is het belangrijkste. Travalla. Laten we maar gelijk even kijken dan. Travalla. Tegen de Bitcoin. Ja, denk ik. Nou, dat staat alleen op KuCoin natuurlijk. Even kijken, even koeken. Hey, dat hebben we ooit een keer gekeken. Dat is een hele tijd geleden geweest. Oké, is nog redelijk gerespecteerd ook. Even kijken hoor. Even koeken. En die is weg. Maar die was wel heel nice. Dit was wel heel nice. Ja, dit is entry. Dit zie ik nu al. Dit is wel entry waarde. Even kijken. Staat in Discord, Tom Kandelaars. Het stukje van 538 in Off Topic. Daar dit was je perfect entry. Dit was hem.
En dat is niet het laagste punt. Dan denken heel veel mensen wel dat, ja, ik ben in de bodem ingestapt. Zijn ze dan ook heel trots op? Dan denk ik, ja, maar dan heb je dus gewoon zitten gokken. Oké, dat is wel nice dat ze dit getest hebben. Als ze hier een higher low kunnen vasthouden, ja, dan ziet het er echt goed uit. Het is echt zonder dolle. Het enige probleem is een entry'tje vinden. Ja, dat kan wel, denk ik. Mooi gesproken, Colin. Zonder winst nemen ben je een gelukzoeker. En geluk is niet oneindig. Je blijft niet level voor level maar eruit tikken. Even kijken. Verstandig. Nou, op de daily zag het er iets netter uit, hè. Let niet op het lijntje wat ik heb getekend. Het is een beetje... Entry. Of support, hoe je het ook wil zien. 58-60. Wel altijd een boxje. Het is niet een harde lijn. Wat je niet wil verliezen. Nou, ik denk dat je die 5000 satoshi eigenlijk niet meer wil zien. Target, ja, staat er al, hè? Is 14.000. Daartussen zitten absoluut wat de peetjes. Ik zou hier ergens gaan kijken. Deze is eigenlijk al omdat die wick de hele prijsactie die ervoor gekomen is redelijk heeft afgedicht. Zal wel zo iets van een 4 uur level staan of zo. Waar zou ik mijn TP zetten? Mijn eerste TP. Nou, ik heb hem eigenlijk al ingetekend. Ik denk dat dat niet zo heel erg gek is. Zoiets. Wat levert dat op? Oh, kijk, hier 50% in de pocket. Nou, moet nog veel te worden, maar... dit is wel treedbaar. En het ziet er, long term ziet het er goed uit. Oké. Even kijken, wat zien we? Misha Gieken. Ik heb echt zoveel van jullie geleerd en hoor elke livestream dezelfde vragen. Ik zou zeggen, volg de cursussen die de mannen aanbieden. Hoef je de vragen niet meer te stellen, toppers. Thanks, Misha. Ja, maar we zijn er wel een beetje op ingesteld. Ook dat die vragen wel blijven roleren. Weet je wat het is? Ik weet zeker dat wij over 3 jaar nog steeds dezelfde soort vragen krijgen. Omdat er steeds nieuwe mensen instappen. Ja. En we blijven dat gewoon herhalen. Die markt is nog te jong. Ik snap dat sommige kijkers misschien af en toe denken, komt weer zo'n vraag. Maar goed, de mensen moeten ergens beginnen. En daar is ook ons kanaal voor bedoeld. Een leuke mix. En ik zit echt te wachten. Postte daar gisteren nog een tweet over. Ik zit nu al te wachten. Ik denk dat ze echt al komen. Ik heb er al een paar gekregen. Als we voorbij de 50 zijn, ik zit echt te wachten op die PM'tjes weer, die telefoontjes. Hey Chris, is het nu het beste moment om Bitcoin te kopen? Ja, het zit er aan te komen. Op 75k, net zoals op, 63 ergens de top. Ik werd helemaal gek gebeld. Zit en op 28 was er niemand thuis. Maar goed, dat blijf je houden. En ergens moet ik er al zo een beetje om lachen. Barry, zetten jullie na de boel nog winsten om in goud en zilver? We hebben wel allocatie in goud en zilver voor de stabiliteit van onze persoonlijke portfolio's, maar ik heb een redelijke allocatie in goud al, weet je? Ja, dus maar hebben wij veel eerder al gedaan. Dat stukje fundament, dat zit in het totale fundament zit hier onderop. Ja. Dat is al zo stevig als een huis. Dat zit daar goed. Ik zou het nu eerder naar andere dingen allokeren. Ja, ik vind bijvoorbeeld vastgoed nog steeds heel erg interessant. Ik weet. Huizenprijzen staan torenhoog. Ja, maar vastgoed investeer je niet in omdat je prijsstijging verwacht. Vastgoed investeer je in, hebben we al vaker gezegd, het werkelijke rendement zit hem in het feit dat Pietje, die jouw huis gaat huren, elke maand jouw geld geeft. En dat is het rendement wat echt binnenkomt met vastgoed. Ja. Je huis wordt betaald door iemand anders. Ja. Het is gewoon een soort loophole eigenlijk. Want dat is wat het is. En daarom is het ook zo gek met al die huisjesmelkers en dat soort dingen. Ja, ik snap het wel. Tuurlijk, hè. Ik snap het wel. Hetzelfde als wat je op de radio hoorde van de week, hè? Ja, huizenverkopers verkopen liever niet aan een belegger. Maar als die belegger 10.000 euro meer biedt, dan gaan ze overstag. Ja, dat is gaat toch geen 10.000 euro in je eigen zak zitten? Maar dat is met alles, jongens. Dan hebben ze, dat kan je zelfs tot het kleinste doorvoeren. Als iets meer kost, dan zegt iedereen, ja, uit principe koop ik het normaal wel, maar nu niet meer. En als ze dan volgende week de prijs verhogen en je korting geven, zeggen ze, hey, dat is het toch gewoon. Kijk, dat biologische vlees en weet ik wat allemaal, wat diervriendelijk is, dat is er al jaren. Niemand koopt dat, omdat er een goedkoper alternatief is. Dus gaan mensen altijd heel schijnheilig doen en dan puntje bij paaltje dan... Het gaat uiteindelijk allemaal om geld, dat is echt zo. En iedereen zegt, ja, dat is niet zo, ja, dat is echt zo. Brik vast goed. Ja, zeker Nick. Blijft interessant. Altijd interessant. Zeker longter. Hoe moet het nou verder met ADO? Nou, daar heb ik geen verstand van. Hoe moet het verder met ADO? Wat is het met ADO? We gaan dan verder gaan. Oké, we gaan verder. Even kijken. We gaan...
We doen hem wel, maar even snel dan jongens, want ik denk niet dat er heel veel te zeggen valt over Cardano. Cardano is Pumperino. Even tegen die USD, omdat er een altijd een pumpatje is. Pumperino. Ja, als je ons een beetje volgt op Twitter, we hebben het in de altcoin serie hebben we het meegenomen en we hebben hem op Twitter gecoverd en beide trades waren volgens mij meer als 100%. Dus ik hoop dat je in positie zit. Is het nu interessant om in ADA te stappen op dit moment? No way. Het is al te maai. Serieus. Dus gewoon geen denken aan. Het is het punt waarbij je als je hier ergens geïnvesteerd hebt of hier ergens geïnvesteerd ga je winst nemen. Dat je een keertje winst neemt, ja. Waar we het net over hadden. Ja, ga je niet kopen. Dus moet ik het nu kopen? Nee, het is tijd om winst te nemen. Kopen moet je even mee wachten. Ja. Er zit echt nog wel wat aan te komen, maar laat gewoon eerst even de prijs... Ja, voor me nu. Is ook zo. De vraag van VDD Concepts is straks... Oké, winsten met crypto, moet ik die laten vloeien naar aandelen? Hij zegt nu, maar jullie traden coins om meer te vergaren... en zetten alles op een ledger. Dan zou ik die winst van de ledger afhalen... en dit pompen in ondergewaardeerde aandelen. Dat bedoel ik met, is dit verstandig? Ja, maar bij ons is de situatie natuurlijk anders. Want wij zijn aan het positie traden met die aandelen ook. Dus wij hebben die positie aandelen al... en die breiden wij uit door winst te nemen op de positie aandelen... en ergens anders te allokeren in een ander aandeel... of hetzelfde aandeel als die lager staat. Ja. Heb je dat nog niet, dan kan je zeggen, oké, ik heb dikke winst met crypto, ik ga wat laten vloeien naar aandelen. Tuurlijk kan dat. Dat kan. Pfizer. Gaan we even naar kijken. Oké. Okay. Wat die rode lijn is, weet ik niet. Die groene is natuurlijk een entry box. Die gele lijntjes die je ziet, dat zijn allemaal tapetjes van ons. En dat blijven we doen. We blijven tapetjes nemen totdat dat weer lager komt. En ik kan dadelijk een mooi voorbeeld geven. Dat was het gebied volgens mij, die rode, waarbij we, als we dat zouden gainen of daardoorheen zouden gaan, dat we uitbraak zouden voeren. Ja, dat zou heel goed kunnen. Pfizer staat er natuurlijk heel goed voor. Helemaal als je de lange termijnplaten bijneemt. We hebben nieuwe all-time high gemaakt. Met alle respect jongens, als je dit ziet, vooral voor de vaste kijkers, je weet toch al het antwoord. Je weet toch wat er dadelijk gaat gebeuren. Gaat hij nu nog verder omhoog of gaat hij dadelijk gewoon terugtesten? Zal ik wel gelijk een goed voorbeeld erbij pakken. Omdat ik ook niet weet waar de top ligt. Je kan wel extensies gebruiken en dan een beetje richting aanhouden. Maar waar we deze techniek ook op hebben toegepast. En dat doe ik in aandelen altijd, de standaard techniek die ik toepas, is AMD. Is ook wezen stijgen. En die staat inmiddels lager. Dus ik kan letterlijk van mijn winst kan ik meer aandelen terugkopen. En zo compound je je positie. Zo maak je je positie groter. En dat verwacht ik ook bij Pfizer. Dus die zal terugtesten. Die correctie komt er bijna altijd. Wel een kleine slag om de arm houden. Komt die er niet, dan heb ik mijn winst al. Dan zit de winst al in de pocket. Dus ik ben altijd winnaar. Even terugkomend op Pfizer. Ja. Het is nu niet interessant om in te stappen. Ja. Als die ergens terugtest. Ja, hij moet zeker onder die tweede TP komen. Ben ik weer geïnteresseerd. Hier zie ik wel een interessant puntje. En dat is natuurlijk ook de topvorming. Dus hier zou je er wel erg over na kunnen gaan denken. Om weer ergens voorzichtig positie te nemen. Duidelijk. Jullie microfoon staat verkeerd. Chris komt uit de rechter speaker. En Chris of Barry uit de linker speaker. Dus net andersom. Oké, apart. Je bent de eerste waar we dat van horen. We hebben meer mensen daar last van. Dan horen we dat graag. Maar we hebben ik zou dat niet weten hoe we dat in moeten stellen. Nee, ik heb er niks mee gedaan. Niks aangeraakt. En we hebben het nog nooit eerder gehoord. Dus het zou misschien aan jouw settings kunnen liggen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat het misschien op mono staat in plaats van stereo. Dat zou kunnen. Wat denken jullie dat er met XRP gaat gebeuren? Die vraag hebben we ook al zo vaak gehad. Maar we gaan hem gewoon weer beantwoorden. Er staat nog een rechtszaak open. Hoe staan jullie daarin? En hebben jullie crypto? Nou, we hebben wel crypto, maar we hebben geen XRP. En hoe staan we daarin? Ja, ik weet niet alle ins en outs, maar ik weet wel als de rechtszaak goed uitpakt, is dat positief voor XRP en zo niet, is dat negatief. Klaar. En in de tussentijd, ja, ik trade gewoon XRP en zit ik toevallig in positie als de rechtszaak ineens uitgesproken is. Ja, dan is dat nice als het positief uitpakt en zo niet, dan word ik uitgestopt. Dus het maakt voor mij als trader niet zoveel uit wat ermee gaat gebeuren. Nou ja, maar ik ben, weet je wat, dat standpunt hebben wij al jaren en dat gaat nooit veranderen. Ook al ontwikkelt die... crypto space zich. Ik ben nu echt gewend om Bitcoin te traden en Ethereum te traden. Ik ben niet een long-term holder van andere altcoins. We hebben links en daar, omdat we zoveel verschillende accounts hebben, staan daar heus wel ergens kleine posities open, maar die zijn echt niet noemenswaardig.
Waarom niet? Omdat ik toch wel weet, gemiddeld pak ik toch wel mijn centen. Ik hoef niet, dan komt er weer iemand, ja, ik heb vandaag weer 300% winst gemaakt. Maar ze vertellen niet wat ze de 6 maanden daarvoor hebben meegemaakt, dat ze misschien -90 staan. Of op hoeveel de leverage staat. Zeggen ze ook nooit. Zeggen ze, nee, maar, zo, 300% kijk, geknald. Nee, maar zijn we maar 5% gestegen. Weet je wat long-term holders altijd zeggen? Die hoor je alleen maar als het gaat pumpen. Ja. Maar je hoort ze niet als het dumpt. Nee. En we weten gewoon met heel veel altcoins, ja, is het een terugkerende cyclus. Dus ik ben gewoon blij met de rendementen die ik maak. Ik maak mijn treetjes, dus ik laat het terugvloeien naar Ethereum en Bitcoin. Dan zeggen ze altijd, ja, Bitcoin en Ethereum maak je minder winst. Maar ja, als je dat compound, ja, ik vind het genoeg. Inderdaad. Wij nemen er genoegen mee, boys. Even koeken. Volgen nog meer mensen. Bokkersgroep. Nog nooit van gehoord. Bokkumsgroep. Bokkum, wel lekker Bokkum. Geruchten over de 100k lijkt me sterk. Ik weet niet waar je het over hebt. Als het gaat over XRP, dan zeg ik Larry Koek. Dat zie ik echt niet gebeuren. Maar als we het over Bitcoin hebben, dan zeg ik, ja, dat zou goed kunnen. En sneller dan je denkt. We gaan kijken naar Xem voor No Guts. NEM. Vorige stream al gevraagd. En toen zei hij, heb je mijn donatie niet gezien? Ik zei, wel, sorry, maar het is druk. Dus gaan we eventjes recht bereiden vandaag. Even kijken. Daar hebben we nog een trade op proberen te plaatsen. En ik denk dat hij keihard is uitgestopt. Even kijken. Ik weet niet wanneer die... Ja, dat moet toch... Of... Even iets verder gaan inzoomen waar die vandaan kwam. Ja, het kan zijn dat ik hem hier heb geplaatst. Dan was het een succesvolle trade. Dan was het een plus 30%. Was het daarna? Ja, dan ben je uitgestopt. Dus dat durf ik niet te zeggen. Dus ik weet niet wanneer ik deze heb geplaatst. Maar dat zullen jullie zelf beter weten als ik, als je hem wel hebt gespeeld. Is het level legit? Absoluut. Want het is na gereject. Deze is ook gereject. Goeie vraag, Rob. Kom ik zo terug als Chris uitgepraat is. Oké, helemaal terug. Vind ik niet nice. Geniet even van de rust hoor. Even kijken wat dit oplevert. Nou, die is dubbel, dus die kan weg. Die ook, dus die kan ook weg. En zie hoe lang die levels doorvloeien. Is dit redelijk gerespecteerd? Nu, ik denk het wel. Deze was wel. Ja, oké. Okay. Dit wordt hem. Zelfde trucje. Worden we gevuld? Durf ik niet te zeggen. Hij is nu bezig met drukkende prijsactie. Ja, je zou misschien zelfs hier. Dit is wat agressiever. Ik geef wel 2. Ik geef er wel 2 mee. Dat zijn zones, hè, mensen. Niet dat ze weer denken dat een keiharde entry er staat. Je moet altijd zelf nog je entry fine-tunen en kijken waar je instapt. De overspanning tussen die 2 levels is wel te groot. En dat zal je vooral zien als ik hem op de 4 uur zet. Dan moet je hier naartoe kijken. Dit is een separate entry, dus echt losstaand. Dus geen box. Agressief, defensief. Nice, nice. Vraag van Rob Bestebreur. Holden jullie op de ene exchange en traden jullie op de andere exchange? Holden doe je niet op de exchange, nee. Rob. Dat hebben we al vaker uitgelegd. En ook van de week nog, naarmate het hele Binance gebeuren, dat ik aan mensen vroeg van, oké, ben je een trader of ben je een investeerder? Investeertje. Ik zeg, waarom maak je dan in vredesnaam zorgen om Binance? Want daar hoort jouw funds niet te staan. Je moet zorgen dat je funds veilig staan. Veiligheid moet je in crypto zelf verzorgen. Dus als jij geen trader bent, niet actief handelt, dan bewaar je je crypto op een ledger. Nee, ja. Op cold storage, ja. In een kluis, ergens onder de grond, weet ik veel waar je hem veilig weglegt. Maar daar bewaar jij je investering, niet op een exchange. Nee. Goed. Ethereum? Ja. Ja, dat is ook een stukje ervaring, Bart. Snap ik. Je kan zoveel lijnen neerzetten als je wil. Maar op een gegeven moment ga je wel de afweging maken welk level is belangrijk en welke niet.
Dat komt met het head. Steken, dat kan, tuurlijk, maar dan staat het op de exchange. En op de exchange heb je altijd meer risico dan op een ledger. Dus dat is een keuze die je wil maken. Risk-reward. Ga je alleen uit van de prijsstijging van Bitcoin en neem je minder risico? Of wil je meer risico nemen omdat je meer geld wil, Leon? Dan moet je dat op de exchange laten staan. Het is een keuze. Ja, ik vind die nog wel legit, die entry box. Eigenlijk een klein beetje teruggevallen. Een rare pump er wel doorheen, maar daarna weer teruggevallen. Ja, het lijkt een beetje alsof die een beetje kracht kwijtraakt. Hij heeft natuurlijk wel een beetje gefrontrund aan Bitcoin, hè? En je ziet gewoon dat er nu meer aandacht naar Bitcoin uitgaat. Vooral als die 50k wel echt gegained wordt. Zal Ethereum profiteren op de USD-pairing. Maar ik verwacht dan niet dat Ethereum ook gelijk in BTC-pairing meegaat. Je hebt natuurlijk ook nog een ander feitje. Cardano komt natuurlijk ook binnenkort met een update. Is ook een protocolcoin, hè? Dus een ecosysteem. Hou daar wel even rekening mee. Ja, daar kan ook wel wat volume naartoe vloeien. Dus staat Ethereum nu in de picture? Fundamenteel is Ethereum, vind ik, super interessant. Want ze zijn nu lekker aan het burnen op de achtergrond. En daar hoor je niemand meer over, omdat het live is. Maar die effecten ga je daar juist, net zoals een halving, ga je daar later van merken. Dus ja, interesse, piek interesse, hype cycle, die is gewoon even iets minder. Die is naar andere soort coins gegaan. Ja, dan moet je gewoon lekker blijven zitten. Denk ik dat er voor Ethereum een nieuwe all-time high komt. Hebben we al eerder aangegeven. Ja, ik denk dat het een matter of time is. Die komt er wel. Ik zag inderdaad voorbij komen de eerstvolgende auto een elektrische. En er schoot me ineens iets te binnen. Ik zei nee, een Taycan of een Audi zou het dan worden. Want die vind ik dik. Maar dat wordt gewoon een BMW, denk ik. Want BMW komt in 2023 met de eerste BMW waterstof. En dat vind ik nice. Dat vind ik tof. Dus eventjes nog een paar jaartjes met die M3 crossen en dan een M3 of een BMW waterstof houden. Dat zou wel tof zijn voor de bij, denk ik. Blijft een elektrische auto natuurlijk, want een auto op waterstof is ook gewoon een elektrische auto. Alleen dat kan je dus gewoon lekker tanken, maar dan moet dat wel nog een beetje groeien. We gaan nog eventjes kijken naar VeChain. Doen we nog eventjes. Ook een hele grote groep aanhangers natuurlijk. En dan gaan wij lekker weekend. Ja, hier. Die heb ik volgens mij gisteren nog gecoverd op Twitter. Dan wensen jullie een fijn weekend. Dus die targets die zijn allemaal, volgens mij hadden we er 2 trades voor gegeven. Beide entries waren legit zelfs nog. Dus hier had je in kunnen stappen, hier had je in kunnen stappen. Had je gewoon 1-2 TP's aangetikt. Hoe ziet dat er op de dollar pairing uit? Nou, nog iets beter. Ja, het is gewoon een stijgende lijn. En dat komt gewoon deels door Bitcoin. En de onderliggende pairing die ook stijgt. Afgelopen maanden heb je gewoon heel erg goed in altcoins kunnen traden. Heb je gewoon heel veel rendement gemaakt. De markt ligt er gewoon stabiel bij. De paniek is een beetje weg. Paniek kan wel heel snel weer terugkomen. Maar als bijvoorbeeld Bitcoin, we staan nu op de 50k. Testen wij terug bijvoorbeeld naar, ik noem een 42k. Worden mensen helemaal weer gek. Terwijl technisch gezien gewoon een legit terugtest zou kunnen zijn. Dus daarom, wederom weer. Als je nu lekker in de winst staat, dan is het geen gek idee om een keer over een TP'tje na te denken. Dan zit dat in ieder geval in de pocket. Ja, als we hier op de USD die pairing doorheen gaan, als je dit soort prijsactie al ziet, grote terugtest, ga je hier nu doorheen, klein terugzeg. Ja, dan kan je expansie verwachten. En dan kan ook hier in dit soort coins, kan in één keer de FOMO inslaan. En dan sta je in één keer zomaar overal te mij. Dat kan zomaar. Ja, dat zit erin. Dat kan zomaar. Goed. Dat zit erin. Ja. Weet ik, tanken is nog een probleem met waterstof. Er zijn nog wat dingen wat niet helemaal lekker is. Maar ik heb het over 2023. En dan zijn we alweer flink wat stappen verder. En wie weet hoe we er dan voor staan. Voorlopig blijf ik lekker met mijn M3'tje crossen. Voor nu zeg ik mensen heel erg bedankt voor de aanwezigheid. Voor de leuke vragen in de chat weer. En voor de support. Wij gaan er lekker mee ophouden voor vandaag. We zijn er natuurlijk weer dinsdag en donderdag met een nieuwe stream. En elke dag met leuke content deze week. We hebben zeker lekkere video's weer voor de aankomende week. Dus, heb je ook een week dan dat je zegt, ja, geen leuke content. Ja, ja? Ja, die heb ik ook wel. Dat zeg je alleen. Want ik zeg niet elke week dat er leuke content is. Dus okay. Als ik het niet zeg, dan denk ik een beetje, maar nou, we hebben echt wel eens ook een weekje dat we tegen elkaar zeggen van, vorige week was sterker. Toch? Ja. Nee, maar dat is gewoon zo. Ja. Dat is gewoon zo. Dan denken we dat het een goed idee is om ergens een video over te maken. Er gebeurt niet iedere dag iets. Nee, en dan denken we, oké, dit is nice, dit gaan we doen. Of hier wordt naar gevraagd, weet je. Dan doen we het letterlijk op verzoek van wat mensen graag willen zien. Ja. En dan denken wij zelf,
Vorige week was de content krachtig. Ja, maar hebben we ook wel eens. Ik denk soms ook echt zo, dit wordt een pomper. En dan kijkt niemand ernaar en dan denk ik, nou, dit is echt een slecht filmpje. Net, net zoals bijvoorbeeld einde van de maand het investeringsoverzicht. Nou, daar kijk ik nu wel naar uit, hoor. Ja. Dat zijn de dingen. Ja, dat is maar dan moet de prijs wel blijven hangen. Dan moet de prijs een beetje nog stijgen. Of nog een beetje pumperen. Goed, heel erg bedankt allemaal. Onderaan de video vinden jullie vanzelf terug. www.dopecash.nl. Daar vind je ons leerprogramma. Daar vind je de Platinum Groep. Daar vind je Discord. Daar vind je de supportlinks. Alles staat op onze website. Een heel fijn weekend. En we zien jullie graag later. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song and let me sing.